It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag gaan we met de MTAR proberen een chill score neer te zetten. Want de MTAR is natuurlijk ook een wapen die bijna niemand meer gebruikt in Black Ops 2. Omdat iedereen meestal de SCAR-H of de A94 gebruikt. Wat ik zelf ook doe, of de M8A1 zie je ook best wel vaak nog langskomen. Maar ik ga proberen om een chille score met dit wapen neer te gaan zetten. Dus mocht je deze video natuurlijk leuk vinden, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Dan helpt het mij enorm. En ja, speel op de map slums, mocht je dat nog niet hebben gezien. Oh ja, daar is mijn eerste tip al. Ik merk al, als je wordt geschokt en je ziet dan een enemy, dan weet je gewoon al 9 van de 10 keer dat je fucked bent. Tenzij ze zo noob zijn. Maar daar zie ik ze ook niet voor aan. Ik ben op dit moment nog niemand tegengekomen, dus. Waar je? Freak is iedereen. We're winning this fight. Kill confirmed. Tegen hoeveel man spelen? Tegen hele volle lobby. Oh nee, kut man. Had spamprotectie. Als je eenmaal spant, heb je 4 of 5 seconden. Heb je even dat je echt 150% health hebt, geloof ik. Dat ook als je scorestreaks hebt, namelijk. Dat je kan op het moment dat je wordt gespant, moet je in plaats 1 kogel bijvoorbeeld voor een V-Towers, 2 kogels. Oh. Moet je er bijvoorbeeld 2 kogels raken, dat wou ik zeggen. Hij moet niet dood! Wat? Wauw, ik dacht dat hij al dood was! Ik ben weer slim vandaag. Het is weer zo'n dag, jongens. Het is de dag dat Chester denkt dat hij slim is. Ik ben niet al te slim. Dus dat gaat niet goed komen. Dit wapen is ook redelijk chill vanwege zijn hoge fire rate. Dat is ook wat chill. Oh, kut, Remington. Altijd. Ik weet niet of jullie. Weer Remington. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar altijd als je op een hoge streak zit. Ik zit nou niet op een hoge streak hoor. Maar altijd gewoon als je op een streak zit. Dan. Iets zo, laat maar zeggen. Dat voor een Remington of een sniper. Ga hem juist choken als je. Ga ik hem juist choken? Ik kom bijna binnen. Maar dat is een andere. Daar is die FL. Oké, die is dood. Ik kan maar even mijn UAV'tje in dat we kunnen zien waar ze lopen. Ik moet ook even mijn counter UAV halen en daarna mijn orbital. Ja, ik zag je al liggen. Oké, ik heb mijn counter UAV binnen. Dan weet je in ieder geval niet waar ik en mijn teammates zijn. Ik ben vast. Of toch niet? Teammates hebben hem een keer gered. Thanks, teammates. Dat is wel een keer bijzonder. Let's go. Ik heb bijna mijn orbital binnen. Ik moet nog geen gekke dingen doen. Ik hoor daar eentje hier. Ja! Oh, ik heb hem. Let's go. Ik speelde even als een bange poepert. Ah! Fuck man, ik wou hem uit kuthoekje lokken. Want ik kwam niet eruit en toen had ik hem nu omdat ik aan het reloaden was. Fuck. Maar we gaan dit wel winnen. De 18-5. Oké, kom maar even hier en lopen jij. Dat doe je ook. Goed zo, jongen. Oh. Thanks teammate. Oh, teammate heeft mijn leven gered. Alweer. Deze teammates zijn er chill om bij je te krijgen, jongens. Dit zijn nou chillen teammates. Die redden je tenminste. Oh, ah, geen fucking... Ah! Zo! Ah, kut, ik word getraaid. Of nee, door een... Weet het, SWAT. Daar heb ik een paar dagen geleden ook mee gespeeld. Dus als je die video nog niet hebt gezien, kijk hem dan eventjes, zou ik zeggen. Kom op, even nog het potje snel afmaken. Is bijna klaar. Nog 6 kills. 5. Ik zag wel liggen, man. Oh, wat jammer. Als ik die kill ook nog eens had gehad, hè. Dan had ik zo'n fucking mooie triple fight nog gehad. En we hebben gewonnen, boys. Let's fucking go. 27-7 is de eindscore. De MTAR is best wel een chill wapen om te gebruiken nog steeds. Maar natuurlijk de A94 en de SCAR-H blijven beter. Maar mocht jij natuurlijk nou genoten van deze video, laat dan alsjeblieft je blauw duimpje omhoog achter en help mij natuurlijk enorm. Als we de 40 likes kanaal, zou ik super blij zijn. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.